Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Anwit Ramlakhan. Hij is de voorzitter van VSB Young Management. Daar gaan we zo direct over praten. Op 27 november wordt er namelijk een seminar georganiseerd. En dan moet ik de naam zeggen. En het gaat zijn het Young Entrepreneurship and Leadership Seminar Suriname. Vandaar gaan we daar over praten met Anwit. What made is a little Q-Time. Dag Anwit, welkom in Q-Time. Heel interessant om te weten dat er nu een VSB Young Management organisatie is. Ik was daar helemaal niet van op de hoogte. Het spreekt voor zich, eigenlijk een beetje de naam. Maar vertel ons wat meer over je organisatie, hoe lang het al bestaat en wat jullie doelstellingen en activiteiten zijn. Yes, allereerst bedankt voor de uitnodiging voor de interview bij jullie programma Q-Time. Dat gezegd hebbende, VSB Young Management bestaat er nu eigenlijk 2 jaar voor 2021, dus sinds 2019. Daar was er een bestuur die onlangs verkiezingen heeft gehouden, met onlangs bedoel ik augustus 2021. En daar ben ik dan gekozen tot voorzitter samen met nog 4 andere bestuursleden. Het doel van VSB Young Management sinds haar bestaan in 2019 is, zoals de naam het zegt, is om het bedrijfsleven te verenigen eigenlijk in een vereniging ten behoeve van jongeren. Okay, en daar hebben we dan 2 doelgroepen voor. Doelgroep nummer 1 is young entrepreneurs. Dat zijn dus echt de jonge ondernemers die op zichzelf een bedrijf willen oprichten. En ten tweede young professionals. Dat zijn dus dan de jonge professionals die werken in een bedrijf. Dat zijn onze 2 doelgroepen. En het is nou precies de event van aanstaande zaterdag. Ja. Waar we willen focussen op deze 2 doelgroepen. Vandaar dat ook dan gelijk de naamgeving is van de seminar. Ja, ja. Oké. Okay. Ik vind het heel erg interessant. Want hoe ben jij dus bij de VSB beland om daarna vanuit het reguliere organisatie te belanden in hun jongere stroming, zal ik het maar even zo noemen? Yes, yes, yes. Eigenlijk een heel interessant verhaal. Er was een oproep gedaan voor het nieuw bestuur, waar men via een sollicitatieprocedure en dan ook een pitch-event eigenlijk recruitment heeft gedaan van mensen die geïnteresseerd waren in het bestuur. En aangezien ik nog ver onder de leeftijdsgrens ben van 40 jaar, want dat is de leeftijdsgrens voor VSB Young Management, dacht ik, laat me ook mijn kracht geven aan desbetreffend branche voor young professionalschap in Suriname vooral. Wat we zien, Suriname is in een uitdagende situatie, sociaal, economisch. Sociaal vanwege COVID-19, economisch kennen we het verhaal allemaal. Dus er is geen mooiere kans om ook daar op dat gebied voor vorming van economisch verantwoord ondernemerschap in Suriname, om vanuit mijn inzichten en ook inzichten vanuit de overige bestuursleden daar een significant bijdrage in te leveren. Het zijn hele simpele dingen, Odette. Hoe schrijf je nou een business case? We krijgen dat niet op de schoolbanken altijd, maar heel veel mensen zitten daarmee van, hey, ik moet geld lenen bij een bank. Oké, ik moet een onderpand hebben. Oké, als ik geen onderpand heb, wat doe ik dan? Dat zijn hele kleine uitdagingen waar heel veel jonge ondernemers aanstuiten, waardoor ze niet de richting van ondernemerschap zelf zouden kunnen opgaan. Maar ook young professionals in Suriname weten niet hoe zij een sollicitatiegesprek moeten voeren of wat de key competences zijn, de key skills zijn om succesvol te worden. Dat is dan weer een andere branche die we willen dienen of een segment die we willen gaan dienen. Dus dat zijn allemaal activiteiten waar jullie bezig zijn om jonge ondernemers te ondersteunen, om het ondernemerschap als basisinkomstenbron te gaan zien. Ja, ik moet wel zeggen, we doen dit programma ook al enige tijd en het verbaast me enorm hoe ondernemend jonge mensen zijn en gewoon zeggen van, vanuit mijn huis en ik start iets op. Er is een beweging going on, er is een trend in Suriname wat dat betreft. Ik weet niet hoe het is met de rest van de wereld, maar zeker hier. Wat natuurlijk heel mooi is, dat ze vanuit een professionele, gerenommeerde organisatie ook worden bijgestaan op die manier. Very nice. Oké, goed, laten we nu even praten over het seminar. Het is op 27 november. Het is een virtueel seminar. Dat maakt het natuurlijk laagdrempelig, zodat mensen makkelijk kunnen meedoen. Yes, wat wordt precies in het seminar behandeld en besproken? Yes, Odette. De seminar heeft als doel, wat ik zei, young entrepreneurs, young professionals. Mm-hmm. En daarbovenop, je kunt hem zien als een trapezium model. Je hebt links entrepreneurship,
rechts heb je young professionals en daarboven heb je young leadership. Als je deze goed kunt combineren, dan heb je een geweldige event. En dat is nou precies hoe wij ons programma hebben samengesteld. Ja. We hebben gekeken naar senior leaders in Suriname. Wie zijn nou de toonaangevende bedrijven? Hun hebben we uitgenodigd. Daar hebben we enkele klinkende namen. Een Mario Mirhai, die een CEO is van Assuria. Een Mike Antonio, CEO van Telesuur. Kurt van Essen, bij Fernandez, directielid en CEO van de bakkerij. We hebben Warsha Sarju. Zo zijn er een heleboel CEO's, C-levels, senior professionals. Dat is één segment. Maar we hebben ook upcoming young professionals die een startende onderneming een jaar tot twee heel goed hebben gedraaid en zij kennen de valkuilen. Dus je hebt de big companies en je hebt de SME's en die gaan we mixen. En dat is dan precies wat we proberen mee te geven aan de jongeren die de event zullen joinen. Van dat je niet per se in een groot bedrijf alleen hoeft te werken om succesvol te zijn. Je kan het ook gewoon maken als een SME in Suriname. En wat zijn ook de valkuilen? Nou, dit zijn echt praktische tips en tricks die we meegeven aan de participanten via de verschillende programma-onderdelen die we beleggen. Jullie doelgroep is heel duidelijk. Het zijn dus de ondernemers en de young professionals die in de bedrijven werken. Wat is het thema van dit seminar? Wat willen jullie essentieel belichten? Yes. We hebben bij het aantreden van ons bestuur hebben we een strategisch plan opgemaakt. In ons strategisch plan zijn er drie plateaus. Er zijn dus drie stappen waar we in ons bestuursperiode van 2 jaren dit alles willen gaan realiseren. Nu zijn we bezig met strategisch plateau nummer 1. Dat heeft te maken met het lerend vermogen van ons leden. Dit is ook gelijk een recruitment voor ons VSB Young Management leden bestaan. Dus we gaan als leden, wat ik aan het begin zei, echt hele simpele dingen leren. Hoe beleg ik een sollicitatiegesprek? Hoe maak ik een CV die gelijk een wow effect heeft? Hoe maak ik nou een business case? Hoe vraag ik een lening aan bij een bank? Als ik verder wil studeren, wat zijn de branches waarin ik nu moet studeren, zodat ik in de toekomst een werk heb, niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland. Dat zijn hele kleine, simpele dingen om het lerend vermogen, met name vanuit de skills, competenties, kennis, kunde en ervaring, mee te kunnen geven aan ons leren. En dat is nou precies seminar 1, wat ik net vertelde. De tips en de tricks vanuit de senior leaders en de upcoming leaders. Het Suriname geven in één keer. Very nice. Wie mogen allemaal meedoen? Moeten ze zich voor registreren? Moeten ze betalen? Hoe is jullie logistieke organisatie? Yes, qua logistiek. Het is een free event voor alle VSB Young Management leden. Dus je hoeft niks te betalen om te participeren. Voor alle non-VSB Young Management leden is er een gerieflijk tarief van 150 SD, maar daaraan verbonden. Er is een link van registratie die via ons Facebook en LinkedIn page is gedeeld, waar men zich kan registreren, waar er een quick review komt en daarna krijgt men de Zoom link om gewoon te joinen. Very nice. Van 9 tot 11. Jullie hebben dus, neem ik aan, dat de mensen zullen spreken en presentaties zullen geven vanuit allebei de perspectieven. Laatste vraag, hoe gaan jullie om met dat young leaderships punt? Want we hebben wel die doelgroepen, allebei de kanten, maar we moeten young leaders niet uit het oog verliezen, want die zijn de trekkers van zeg maar de opkomende generatie. Hoe worden die gevormd of meegenomen in jullie business case? Yes. En wat we hebben gedaan, dus wat ik zei, ons strategisch plan heeft specifiek de young leaders getarget. En ik ben ervan verzekerd dat zeker 50% van de actieve entrepreneurial young leaders aan de seminar zullen participeren. En het is Suriname is heel erg klein, dus je ziet gelijk wie de klinkende en de opvallende young leaders zijn, die pik je dan gelijk mee. En die zijn altijd bereid om te leren en ook mee te geven aan de jongeren. Dus dat is ook zeker één aspect die we hebben meegenomen in het programma van aanstaande zaterdag. Anuit, heel erg veel succes toegewenst. Nog een keer even doorgeven waar de mensen de link vandaan kunnen halen om zich te registreren om mee te doen. Yes, Odette. Het is via ons LinkedIn en Facebook page, LinkedIn VSB Facebook page. Young Management. En daar zijn links en daar kan men gewoon registreren. Hartelijk gefeliciteerd met je benoeming. Ik vind het een vreselijk leuk initiatief om de jongeren op die manier te ondersteunen. Heel veel succes, maar jullie zijn op de goede weg. En ik zou zeggen,
sta stil bij de ondersteuning die de jongeren nodig hebben. En maak er inderdaad wat van, zodat zij de volgende generatie op een prachtige manier ons land naar de next level kunnen brengen. Dank je wel daarvoor. Thank you, Odette. Oké, dank je wel, Aniet. Bye. Joep, bye-bye. What we need is a little cute time. Dat was mijn gesprek met Aniet Ramlakhan. Hij is de voorzitter van VSB Young Management. Dat is een verjongde tak van de VSB, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Een organisatie die u kent voor de bedrijven in Suriname. En zij geven dus een seminar voor young professionals en young leaders aanstaande zaterdag 27 november vanaf 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. En u kunt zich daarvoor ook opgeven. Check de LinkedIn en de Facebookpage van VSB Young Management voor registratieinstructies. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.